van de Hoorn. Ja. Goedemiddag. We scoren vandaag in thuis tegen FC 12. Deze wedstrijd werd met 2-7 verloren naar de 5-0 zetels van vorige week. Vandaag weer een grote uitslag. Komt het weer door je ploeg of zeg van we waren gewoon sterker? Ja, ze waren sowieso sterker. Het is gewoon een goede tegenstander. Daar heb ik wat minder moeite mee dan met de nederlaag van vorige week. Ik vond dat Fokido ook een van de zwakkere broeders is. Maar ja, je begint vandaag met de beste bedoelingen. En ja, binnen een paar minuten wordt er al een hoekschop vrij ingekopt. Staan we niet goed te dekken. Ja, en dat gebeurt ons nog twee keer in de eerste helft. Dat we gewoon niet goed staan te dekken, niet scherp zijn. Ja, en een tegenstander die dan ook in de eerste helft vier kansjes krijgt en er dan drie van benut. Ja, in die hoek zitten wij nu even waar de klappen vallen. En ja, goed, tweede helft probeer je dan nog wel wat. Maar goed, lopen zij toch weer makkelijk uit naar 2-5. Missen we Brander Haas nog een strafschop. Anders wordt het nog 3-5 en dan ga je misschien nog wat in geloven het laatste kwartier. Maar ja, joh, de koppen gaan dan omlaag en dan loopt die score nog behoorlijk op. En ik moet zeggen, dat doet wel een beetje pijn. Ja, want zeker dat was de vlog waar jullie dat tegen de rechter zat hadden. Gewoon dat zo'n selectie was erbij een aantal jaar geleden met de beslissing dat we zijn daar gebeuren. Merk je het vooraf aan de weg dat in de koppen zat of viel dat nog wel mee? Nee, dat viel op zich nog wel mee. Dus ik vond ook zeker dat we de eerste helft, hoe gek het ook niet eens zo slecht hebben gevoetbald. Maar ja, goed, het zijn wel de momenten. En ja, daar moet je gewoon scherp zijn. En dat waren we niet vandaag. Ja, want in die zin, je hebt altijd aanvallend een hele sterke ploeg. Maar als dat niet hapert, of als dat hapert, dan hebben jullie het altijd lastig. Dus dat was dat vandaag ook geval? Ja, we hebben vandaag sowieso wat verdedigender gespeeld. Gezien het gevaar wat zij ook voorin hebben staan. En wat jongens op wat andere posities neergezet ook. Deze Jos schokt dan nog steeds niet terug. Vind ik van Breuken die voor de tijd niet kon spelen. Jordi van Breuken die zich vanmorgen afmeldde met griepverschijnselen. Ja, dat maakt het er allemaal niet beter op. En we hebben wel vaak gemerkt, als wij vaak wisselen van posities, ja, dan leveren wij al gewoon een heel stuk in. Dat is een conclusie die ik daar wel uit kan trekken. Ja, want vooraf aan het zo zei je over, als we fit blijven en selectie compleet, dan kunnen we aardig meedoen. Maar nu blijkt dus dat als je wat spelers mist, dat het toch een kwaliteit op achteruit gaat. Ja, dat ligt nog niet eens zozeer aan de jongens die er dan inkomen. Maar goed, er zijn wel een aantal jongens die erg gewend zijn om met elkaar te voetballen. En staan er wat andere mensen, dan zie je toch dat die automatismen er niet zitten. Ja, en dan zie je vandaag dat je een ploeg treft die dat genadeloos afstraft. Ja, want vandaag verlies je dan met 2-7, tweede grote meedagen op de lange rij. Nu moet je proberen dat niet in de kopjes te laten zetten. Wat ga je van de week aan doen om de hoofdjes weer leeg te maken om volgende week tegen MVV, wat de koploper is, iedereen weer full focus richting de wedstrijd te laten gaan? Goed, we zullen niks anders doen dan andere weken. Het is rustig met elkaar overleggen. Is de wedstrijd evalueren en daar de goede punten uit te pikken. En de mindere, daar gaan we gewoon hard aan werken. En nogmaals, dit is voor mij wel een ingekalkuleerde nederlaag tegen SDC. Er waren bonuspunten geweest als we daar wat resultaat tegen hadden geboekt. Maar goed, de manier waarop en uiteindelijk de hoge score, dat is wel teleurstellend. Ja, want de week is ook nog bekend dat jij na het seizoen vertrekt naar 3 seizoenen bij Overwetering. Een keuze, was die makkelijk te maken? In die zin is dus met bestuur in overleg gegaan, maar was een makkelijke keuze of in die zin nog getwijfeld in lange tijd? Nee, geen enkele twijfel. We hebben gewoon vorig jaar ook met elkaar afgesproken. We hebben het over een derde jaar gehad. En daarin heb ik aangegeven dat ik nog 1 jaar wilde verlengen. Maar dat het dan gewoon voor mij tijd wordt om een andere uitdaging te zoeken. We zijn dan natuurlijk dan gepromoveerd naar de tweede klasse. Overwetering heeft natuurlijk met niet de kwaliteit en ook de grootte van de club niet. Om zomaar even door te groeien naar richting de eerste klasse. We willen het toch zoveel mogelijk met eigen mensen doen. Dat zit er gewoon niet in. Ik ben gepromoveerd en als ik me dit jaar handhaaf, dan heb ik mijn doelstelling ook gewoon bereikt. En de club was er ook heel duidelijk in. In het verleden ook wel eens trainers wat langer laten zitten. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Na 3 jaar ken je elkaar allemaal wel. Weet je precies wat de trucjes zijn die je uithaalt. Wisselspelers weten ook precies van, andere jongens krijgen de voorkeur ook. Ja, weet je, dan moet je na 3 jaar gewoon alle twee een eigen kant op gaan. En goed, dat gaat nu. Loopt alles nog lekker, is die chemie ook gewoon goed. Ja, wat gebeurt er dan in zo'n 4e jaar? Dus ik denk dat voor beide gewoon zo goed is. Ja, want jij zijn nog gestapte 3 jaar geleden in eerste instantie een deelfunctie met Rutte toen. Uiteindelijk ben je hier eentje doorgaan omdat Rutte een andere keuze maakte. Voor jezelf de toekomst, ik ga ervan uit dat je gewoon weer in club wil. Is dat weer jezelf of wil misschien weer een deelfunctie?
Nou, beide opties liggen wel open. Ik heb het met Björn daar nog steeds wel over gehad. Dus wij sluiten dat niet uit dat we dat nog een keer gaan doen. Dat zal volgend seizoen kunnen zijn. Maar het kan ook best zijn dat ik gewoon zelf nog wat ga zoeken. Maar goed, er moet wel een club zijn die bij me past. En dat mag op zaterdag zondag zijn. Dat maakt me dan niet zo heel veel uit. Maar ja, dat moet wel gewoon ambitie zijn. Want wat voor club, wat voor niveau verwacht je in die zin weer, als het kan, een tweede klasse, derde klasse of misschien dan vijfde klasse als het nu qua uitdaging leuk te gaan zit? Nou, ik zie een vijfde klasse zie ik me niet heel snel doen. Ik denk wel dat het in ieder geval een derde klasse moet zijn met ambitie. Er moet een goede groep moet er in ieder geval staan, maar goed, dat kan ook best een tweede klasse zijn. Maar ik zie me niet zo heel snel lager aan de slag.